Dank u. Ja, morgen vertrekt een team van jonge Nederlandse vakmensen naar België voor de Europese kampioenschappen voor beroepen. Vakmensen uit 44 Europese landen strijden daar voor goud. En hier aan tafel twee deelnemers. Lotte de Smet, zij gaat meedoen aan het onderdeel hoefsmeden. En Leon Koppens doet dat met een gooi naar goud. En die doet dat in de robotica. Zeg ik het goed? Klopt helemaal. Goed. Nou, zometeen moet ik even precies weten wat het is. Maar Lotte, gaan we jou beginnen met het begrijp ik. Hoefsmid. Oud vak. Een ambacht eigenlijk. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 24. 24? Ja. En een vrouw. En een vrouw. Ja, maar ik heb weinig hoefsmeden in mijn leven meegemaakt die vrouw waren en 24 moest zijn. Ja, dat klopt. Ja. Maar het is helemaal jouw passie, begrijp ik. Ja. En jij gaat meedoen. Waarom mocht jij het doen eigenlijk? Ik ben Nederlands kampioen geworden. Nederlands kampioen. Ja. Hoe word je dat? Ik heb meegedaan aan voorrondes. Eerst via mijn school en toen nog tegen de beste drie van Deurne en Barneveld. Want daar zitten de beste hoefsmeden, Deurne ja, en Barneveld. Deurne, Barneveld en ik kom dan uit Zwolle. Uit Zwolle? Ja. Maar wat moet je dan doen? Dan doen we ijzersmeden uit staaf en een paard verslaan. Je hebt per ongeluk een spijkertje. Ja, per ongeluk. Staat je goed. Ja. Zijn er overigens veel vrouwelijke hoefsmeden? Niet zoveel als mannen. Er zaten bij mij wel twee vrouwelijke collega's bij mij in de klas. Want is het, dat lijkt mij fysiek ook nogal zwaar, of niet? Ja, maar alles went. Behalve een, behalve een paard zonder hoefijzers. Goed. En Leon, jij bent dus van de robotica. Klopt. Nou, je moet ons eerst even uitleggen wat dat nou precies is. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo'n heel oud ambacht als een hoefsmid. Nee, klopt. Robotica is nog heel nieuw. Het is een techniek om processen te automatiseren. Vroeger werd alles heel veel met de hand gedaan. En nu is het steeds meer dat het gedaan wordt door robots of door machines. Maar jij zorgt er dus voor dat al die mensen hun banen kwijtraken. Ja, klopt. Nee, maar die robots moeten weer onderhouden worden en het moet aangestuurd worden. En jij moet een maker bijvoorbeeld. Ja. En er staat er een nestje, hè? Klopt. Heb jij die in elkaar geflanst? Nee, die hebben wij. Dat is onze wedstrijdrobot. Ja. Die wij gebruiken op de wedstrijden waar we mee gaan doen. Ja. Dat is een bestaande robot. Die heeft ieder team wat er aan meedoet met de wedstrijd, heeft dezelfde robot. En het verschil moeten wij maken met het programma dat we schrijven. Dus we krijgen hoe je hem programmeert uiteindelijk. Ja, klopt. We krijgen een opdracht dat we bepaalde dingen moeten uitvoeren. En die moeten wij programmeren. Zodat we op start moeten kunnen drukken en dat de robot helemaal automatisch alles doet. Maar wat doet hij? En we hebben met de wedstrijden een opdracht dat we met een robotarm verschillende dingen op moeten pakken en moeten verplaatsen. En met een heftdrukmechanisme pelletjes van het magazijn naar een trailer brengen bijvoorbeeld. En heb je dat dan van tevoren thuis mogen voorbereiden of moet dat allemaal daar ter plekke gebeuren? Ja, we hebben 3 maanden voordat de wedstrijd begint hebben we de opdrachten gekregen. Okay. Die mogen we zoveel oefenen als we willen. Daar hebben we ook heel veel tijd in gestoken. Alleen op de wedstrijden zelf moeten we alles programmeren. Ja, ja. Dus we komen helemaal blanco daaraan en we moeten daar alles maken. Ja. En het is ook een beetje om vakmensen weer in het zonnetje te zetten, hè? Deze kampioenschappen, zeg maar. Ja. Is dat nodig? Ik denk het wel. Ik denk dat er vanuit de omgeving heel erg gestimuleerd wordt dat jongeren doorleren. Terwijl, wat ik vind, dat je met je handen ook een heel mooi beroep kunt doen. Maar heb je het idee, of jij, Lot, heb je het idee dat in Nederland mensen een beetje neerbuigend naar mensen kijken die een vak doen met hun handen? Nee, ik heb dat niet echt in mijn omgeving zo ervaren. Nee, het is bij jou ook wel redelijk stoer wat jij daar aan doet. Ja, iedereen vond het wel heel bijzonder dus. Ja, ja. En wat is jouw ervaring daarin? Als je over het algemeen kijkt wat ik dan hoor, is het wel dat ook vanuit de samenleving verwacht wordt dat je een hoge studie gaat doen, zo hoog mogelijk. Ja, ja. En ik denk dat het belangrijk is dat je dingen doet die je leuk vindt. Ja. Sowieso, en ik vind het juist altijd fantastisch om prachtig, echte vakmensen. Ja, want je hoefsmid, robotica, maar ook loodgieters, alles doet mee in die competitie, hè? Ja. Klopt. En dit is dan de Europese waar jullie nu in zitten. En dan is er ook nog een wereld, toch? Er is ook een wereld, ja. Maar, ja, maar daar heeft Rudolf voor het gedaan. Wat vind ik het leuk dat jullie hier zijn. En wat vind ik goed dat dit onderwerp is hier op tafel ligt. Yeah. Ambachtelijk vakmanschap. Ja. Kiezen vanuit de basisschool en zeggen, dit is een beroep, dit wil ik doen. En daar wil ik helemaal voor gaan. Want jij hebt ook meegedaan, hè, zei Martine? Ja. Ja. Ik ben in 1986, dus onlangs, heb ik meegedaan in Sydney voor het beroep hotelpatissier. Ja.
En ik werd daarvoor gevraagd vanuit de horeca, want ik heb een opleiding. Ik ben na de basisschool direct naar het lager beroepsonderwijs gegaan. Ik was toen 11 of net 12 en ik wilde kok worden. Ik heb een opleiding voor koken, serveren, maar heb toen al zoveel met gebak gedaan dat leraren zeiden van je moet meedoen aan een wedstrijd. Die heb ik toen gewonnen landelijk. Toen mocht ik mee naar Sydney, Australië. Ja. En wat daar gebeurt, en dat is voor jullie zo belangrijk... Morgen, hè, is dat je, het is net zo mooi als de Olympische Spelen. Het is de Olympische Spelen, dan alleen op ambachtelijk vakmanschap. De wereld wordt gebouwd door vakmensen, in welk beroep dan ook. He, van jouw vak tot hydrogeen puntlasser, tot kapper, tot metselaar, kok, inderdaad, patissier. En dan strijd je tegen misschien wel 52 andere landen op het gebied van de wereld. En dan komen daar de beste naar boven. Maar wat nog veel belangrijker is, het is een soort test om te kijken in welke landen is welke beroepsopleiding nou sterk. En we kunnen daarvan leren, want misschien komen we er wel achter dat in Taiwan de opleiding voor die R2D2 van jou, dat daar heel goed is. En dan kun je naar dat land gaan kijken en kijken wat kan ik daarvan leren. En uiteindelijk word je een ambassadeur voor je beroep. Motiveert het heel erg om het beste te zijn. Nou jongens, ik weet het niet, maar... Hij gaat nog helemaal los ervan. Hè? Weet je, het maakt ook helemaal niet uit of je daar laatste wordt of eerste. Dat doet er totaal niet toe. Nee, want je kan hier dus uiteindelijk weer terechtkomen. En met taart. Ja, met taart. Succesvol dus. Ben jij nou de eerste geworden, of niet? Nee, het hotel... Dat is ook niet belangrijk. Nee. Maar het hotelpatisserieberoep was toen een kandidaatberoep. Oh. Dus toen hebben 4 landen een patissier gestuurd. Daarop konden andere landen intekenen van wij hebben dit vak ook. Wij willen er een wedstrijdberoep van maken. En 2 jaar later was het wedstrijdberoep. Ja. Wat ik zo mooi vind, het is een soort doorgroei om uiteindelijk... en ik hoop dat het ook in jullie vak gaat komen, naar een meestertitel. Onderwijsinstellingen zouden allemaal moeten werken aan de meestertitel. Ja? Jij bent echt, ja. Gaat voor goud. We gaan ervoor. Ja, natuurlijk. Ja. De ouders zitten hier, hè? Lotte, de ouders. Ja, zijn jullie trots? Ontzettend trots. Ja. Jazeker. En wat denk je? Ja, ze gaat het gewoon maken. Ze gaat het maken, hè? Tuurlijk. Ze nagelt even dat hoefijzer met het paard zitten. En net een zonnemedaille terug. Dit is al geweldig. Ja, dit is leuk. Ja. Maar dat zegt Rudolf ook, hè? Dus als je geen medaille haalt, je bent een enorme ambassadeur... en je komt terug met een enorme ervaring. Dus wij wensen jullie ontzettend veel succes. Dank jullie wel. Wij gaan allemaal duimen hier in ieder geval. En wij gaan ook voor goud. Ja? Okay. Heel veel plezier vooral ook. Nou, neem er vast een taartje op. Ja. Die heb je al. Rudolf!